vader en zoon bij de eerste training van Feyenoord in het nieuwe seizoen. Is dat de beste opvoeding? Ja, daar begint het mee, denk ik. Schitterend weer, schitterend stadion. En nou kijken naar de ploeg, toch? Naar Feyenoord kijken, hè? Ja. En hoe is het voor jou om naar Feyenoord te gaan? Leuk. Vind je het leuk? Ja. Hey, een nieuw seizoen, nieuwe rondes, nieuwe kansen. Hoe zitten jullie dan? Ja, ik ben benieuwd. Vorig jaar was het natuurlijk net iets minder, maar laten we hopen dat het dit jaar weer wat beter gaat, hè? En trouwens, vorig jaar zijn we ook hoog geëindigd, maar ja, we zullen zien. Spannend. Hey, hoe is dat voor u, zo'n nieuw seizoen, zo'n eerste training? Ja, mooi, lekker. Ik was gelukkig vrij, dus ik zeg, we gaan er zeker naartoe. Ja, en het gaat weer kriebelen, hè? Dus het mooie weer is er. Kijken naar de grasmat, kijken naar de mannen. Het wordt niet helemaal compleet, maar dat komt wel. Hey heren, ja. Ik zie dat het nieuwe thuis nu gekocht is. Altijd. Wat vind je ervan? Hetzelfde als altijd. Rood-wit. Nou jongens, hij zit prachtig. Hij zit als gegoten. Waar gaan we voor dit seizoen? Kampioenschap. Kom je dus voor het eerst binnen bij een nieuwe ploeg? Hoe word je dan ontvangen? Ja, kijk hem daar. Ja, zeker wel goed, maar de grappenmaker daar, ja, die komt wel weer even een lolletje maken met mij. Ik ken de meeste jongens wel, dus over het algemeen dan is het wel vrij normaal. En is het gewoon weer een werkdag, zeggen ze dan. Hè. De traditie is ook gewoon om met de eerste training gewoon in de Kuip te trainen voor het publiek. Hoe is dat? Ja, dat is heel mooi. Ik ben blij dat ik hier mag staan. Nu in het shirt van de club zelf. En ik heb hier vaak gestaan als tegenstander. En nu mag ik hier iedere twee weken voetballen. En ja, dat is prachtig als je dat mee mag maken. Ja, Jeremiah, je mag weer. Nou was je al een weekje bezig, maar hoe is het dan weer om met de groep te trainen? Nog net iets leuker dan alleen. Maar het is lekker om weer te beginnen. Heerlijk. Ja, want je bent vorige week al begonnen, een weekje eerder, omdat jij revalideerde van een schouderblessure. Hoe gaat het met je? Goed, ik ben topfit. Nou, dan heb je al een weekje getraind, ook op 1908. Nou, vertel het eens, hoe kom jij daar binnen? Wat zie je allemaal om je heen? Ja, het ziet er goed uit. Het is echt heel professioneel. Dus topkwaliteit. We kunnen fantastisch werken, fantastisch ons ding doen en werken naar een mooi seizoen. Dan hebben jullie ook al hier in de Kuip zien trainen en dan spat de gretigheid er ook echt bij jou af, hè? Want je hebt er echt zin in. Ja, tuurlijk. Ik denk dat iedereen wel gretig is om... Je moet vanaf het begin wil je er weer staan en daarom ben ik hartstikke gereed. En nu gaat er een lange voorbereiding komen. Waar kijk jij nu het meest naar uit? Nou, hopelijk een basisplek. Ja, daar kom je voor, weet je. Het is leuk om bij Feyenoord te spelen, maar ik moet ook een plekje willen afdwingen en daar ga ik voor. En ik hoop dat ik daar een bijdrage kan leveren aan deze ploeg en misschien wel een mooi seizoen kunnen maken met z'n allen.